In deze video laten we je zien hoe je een eigen Essential-categorie aanmaakt. Navigeer naar Beheer, klik op het tabblad Cursussen en kies dan voor Categorieën. Om een nieuwe categorie aan te maken, klik je op Nieuwe categorie. Maak als eerste een hoofdcategorie aan. Je kunt zelf de volgorde van de categorieën bepalen. Kies daarvoor bij Plaats na de positie van de categorie. Standaard wordt een nieuwe categorie bovenaan de lijst geplaatst. Klik daarna op Sla op. Iedere hoofdcategorie moet minimaal één subcategorie bevatten. Voeg daarom na het maken van je hoofdcategorie een subcategorie toe. Klik hiervoor op Nieuwe categorie en vul de naam van de subcategorie in. Kies vervolgens de hoofdcategorie waar de subcategorie onder moet vallen. Als je meerdere subcategorieën toevoegt, kun je eventueel de volgorde van deze subcategorieën bepalen met behulp van de functie Plaats na. Klik daarna op Sla op. Je hebt nu een hoofdcategorie inclusief subcategorieën aangemaakt. Deze categorieën worden zichtbaar door één of meerdere Essentials toe te kennen. Klik op het tabblad Cursussen. Kies vervolgens voor Essentials. Klik op het bewerkingsicoon van de desbetreffende Essential. Klik vervolgens op Wijzig categorieën. Hier zie je een overzicht van de eigen gemaakte hoofdcategorieën. Klik op het plusje voor de hoofdcategorie en kies de subcategorie waarin de Essential zichtbaar moet worden. Het is mogelijk om één Essential aan meerdere subcategorieën toe te kennen. Heb je per ongeluk een verkeerde categorie geselecteerd, klik dan nog eens op de subcategorie. Klik vervolgens op Sla op. Controleer voor de zekerheid of de Essential daadwerkelijk online staat bij Wijzig Essential. Als er een vinkje wordt weergegeven naast online, is je Essential vanaf nu te zien in de academie.